Ik moet zeggen dat ik... We hebben natuurlijk de coronaperiode achter de hand gehad. Dus dat is eigenlijk nog een even aanvulling van net wat Angela zegt. Naast bewegen en eten, kom ik er al snel achter dat stress ook wel een belangrijk risico bij mij is. En door corona had ik blijkbaar heel veel stress in mijn lijf, waardoor ik hele slechte nachten had. En dus toen kwam ik er dus achter van, ik heb alleen maar hypo's 's nachts. Dus toen ben ik wel langzaam aan het knopje gaan draaien van de stress, van oké. Want zo'n hypo, dat betekent dus dat ik de hele dag daarna alleen maar moe ben, in slaap valt te pas en te onpas. Nou, heel erg schommelingen heb. En dat is echt wel, ja, daar wil ik vanaf. Daar wil ik echt niet. En dat gaat nu een stuk beter dankzij meer insuline spuiten, moet ik eerlijk zeggen. Want het is altijd een ding. Nou, dat geeft wel rust, meer energie. En dat is belangrijk. Dus het is echt de energiespiegel die ik voel, waar het niet goed mee gaat. Ja. Dat is eentje die we vergeten te hebben te melden, stress, die stress. Ja. Hè? Ik kan precies zien wanneer er een spannende vergadering dan begint. Ik kan het precies zien. Ik kan ook zien wanneer die afgelopen is. En dat heeft mij inderdaad, ik bedoel, van die bestonjekoeken, dat wist ik. Maar dat stress, dacht ik van, nee, koude kikker. Maar dat echt, dat vind ik echt heel erg, dat vond ik echt een behoorlijk inzicht. Ja, en dat is nog lastiger om aan te gaan draaien, hoor. Daar kun je bijna niet aan draaien. Daar kan je bijna niet aan draaien. Dat is echt inderdaad, en daarom geloof ik ook echt inderdaad in mindfulness en dergelijke. Van, dat vergeten we heel vaak binnen die diabetes. We zeggen, diabetes type 1 is leefstijl, dus eten en drinken. Maar eigenlijk is het eten, drinken, stress en slapen. Ja.